Ja, de vraag is terecht, Erik. Wat heeft Nunspeet daar toch mee met die wedstrijd in de slotfase te beslissen? Gebeurde weer in de 88ste minuut en weer in de extra tijd dat de wedstrijd uiteindelijk in het voordeel van Nunspeet wordt beslist. 4-2. Napraten met Werner Pluijm. Je hebt heel veel mensen, Werner, lang in spanning gehouden. Ja, veel te lang. Ik vond het zelf ook niet leuk meer op een gegeven moment. Nou, ik zei al, als ik ooit vertrek als trainer uit Nunspeet, ben ik 15 jaar oud. En ja, spektakel in de tweede helft gegarandeerd. Maar ja, nee, super blij dat we zijn teruggekomen. Maar ja, niet erg blij met hoe de wedstrijd verder is verlopen. Dus ja, een beetje lastig nog. Ja, dat kan ik me voorstellen. Het is wel zo dat daarmee in ieder geval het nog niet allemaal beslist is. Want het had zomaar kunnen zijn door de winst van Doskampen, door de winst van WVF. En ook het gelijke spel van Unicum, dat het kampioenschap beslist is. Dat is sowieso het geval. Maar dat het ook voor die nacompetitieplekken eigenlijk ook al beslist was. Bij een gelijke stand, hè? Nee, dat is zo. Dus langs deze weg, Bert en consorten, gefeliciteerd met het kampioenschap. Dat is dik verdiend. Ja, voor ons ben ik heel blij dat hij nog niet beslist is. En we hebben onszelf erin gehouden. En ja, kijk, we moeten zelf blijven winnen. En dan hopen dat tegenstanders een steekje laten vallen. En ja, je mag daar niet op wachten. En daar was ik ook gewoon echt, en eigenlijk nog steeds wel, gewoon echt teleurgesteld over. Ik vind gewoon dat we veel te weinig energie in deze wedstrijd hebben gestopt. En IVV deed dat wel. En als ik heel eerlijk ben, vond ik dat IVV eigenlijk recht had op meer vandaag. En ja, dan is het geweldig natuurlijk dat we overeind zijn gebleven en we zijn blijven knokken en onszelf dan uiteindelijk toch, zeg maar, naar de overwinning vechten. Alleen, we moeten stoppen met verwachten dat het allemaal wel goed komt. En ook volgende week, ja, hier is het allemaal uitgespeeld, maar we moeten die wedstrijd gewoon echt gaan aanvechten alsof het onze allerlaatste wedstrijd is. En alleen dan komt het goed, denk ik. Ja, want weggeven doet Bert van Hunestein niet, hè? Nee, en terecht. Bert is een winnaar. En en ik probeer, zeg maar, diezelfde instelling bij Nunspeet erin te krijgen. En dat lukt steeds beter. En ook Bert is de wedstrijd in Nunspeet nog niet vergeten, denk ik. En we moeten het volgende week echt zelf gaan verdienen. En ik denk ook uiteindelijk voor de ontwikkeling van deze ploeg dat alleen maar de enige juiste manier is. Ja, die wedstrijd in Nunspeet tegen Heerde, dan heb je het over een moment van Aldi Draganovic, denk ik. Is dat zo zwaar gevallen daar in Heerde? Daar hebben ze in ieder geval even last van gehad. En in Nunspeet denken we daar een klein beetje anders over. En dat mag ook. Je hoeft niet allemaal op dezelfde manier erin te blijven staan. En het zijn natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen belang. Alleen dat zijn wel zaken die in de voetbalwereld blijven tellen. En, maar goed, weet je, uiteindelijk zal dat niet de hoofdmoot zijn. Ik denk dat je als trainer of als speler gewoon altijd wil winnen. En Bert kennende, die gaat geen stapje terug doen, dat hoort ook niet. Goed, dat is volgende week, Werner. Terug naar de wedstrijd van vanmiddag. Want Nunspeet begon niet goed aan deze wedstrijd. Maar uiteindelijk, ja, we kwamen eigenlijk in het begin ook niet echt in de problemen. En je komt nog wel voor. En dat was wel echt een goede goal, vind ik. Assen, die heeft het best even lastig gehad. Die werkt zich het schompers iedere week. Alleen hij was het scoren even kwijt. Dus ik ben heel blij dat hij weer een goal maakte. Alleen daarna deden we allemaal een tandje minder. En ik vind dat we die 1-1 echt op een verschrikkelijke manier weggeven. En dan moet je weer heel veel energie erin stoppen om weer voor te komen. En waar dat in de afgelopen weken eigenlijk steeds heel goed lukte, was dat vandaag echt op een hele moeizame manier. Ja, een lastig begin van de wedstrijd, ondanks het doelpunt. Komt er een fase dat Nunspeet wat beter in het spel komt? Ja, en kijk, uiteindelijk, zeg maar, tactisch klopte er niet zo gek veel van. En ik denk dat er te veel jongens ook met zichzelf vooral in de weer waren. Hè, van het was warm en kleine pijntjes. En dan geven we daar, wat mij betreft, nog steeds iets te makkelijk aan toe. En dan vergeten we, zeg maar, om als team te blijven knokken. Ja, en dat is juist, zeg maar, onze kracht geworden. Dat we als team bij elkaar blijven en ons iedere keer weer terugknokken. En dan zie je dat Emiel Goud, vind ik nog steeds echt wel ondergewaardeerd wordt. Die werkt zich dan helemaal het schompers en een aantal keer gekke drukmomenten kiest. Alleen nu zorgt er wel voor dat IVV ook in paniek raakt en brengt een soort energie in de ploeg. En dat werd lopende de eerste helft opgepikt en waar we toch weer boven de liggende partij waren. En dan kom je zelfs op 2-1. Maar spanning zat er wel in bij de jongens, hè? Ja, ik denk ook dat dat ongetwijfeld een beetje meespeelt. En dat is heel erg lastig om weg te halen.
En we proberen de jongens ook mee te nemen. Joh, geniet van deze fase. En supporters die staan achter ons. Wij hebben heel veel hele mooie dingen laten zien in die laatste weken. We willen heel erg graag, alleen we hebben toch niet in eigen hand. Dus laat de dingen een beetje los. En ga gewoon met een lach op je gezicht spelen en gooi er een hoop energie in. En dan komt de rest vanzelf. En als dat er niet is, dan kan je nog zulke mooie plannen bedenken. Alleen dan komt het niet goed. Ja, dan wordt het 2-2. Dan loopt de wedstrijd richting de 80ste, 81ste minuut. Geloof je er dan nog in dat er iets in zit? Ja, ik zou gek zijn als ik mijn ploeg die al zo vaak is teruggekomen dit jaar, als ik dan geen geloof meer zou hebben. En we hebben best wel wat jongens waarvan we dachten, die zijn rijp voor een wissel. En dat je denkt, die zijn ook wel jongens met scorend vermogen. Dus dan ben je elkaar allemaal discussies aan het voeren op de bank. Ja, uiteindelijk kies je ervoor om zowel Marijn als Jonathan te laten staan. En beide jongens die tonen in de slotfase hoe belangrijk ze zijn en dat ze scorend vermogen hebben. Dus klein gokje die goed uitpakte. Dan breng je ook, hoe heet die, daar ben ik even zijn naam kwijt. Fabian breng je in. Dan verwacht ik eigenlijk dat Fabian op de linksback positie gaat spelen. Dat Noah een linie opschuift, ook omdat Bram van de Worp eraf is. Maar dat gebeurde niet. Nee, dat klopt. Ik vond hun rechtsbuiten, Luc Kalter, dat vind ik een van hun betere spelers. En Noah die had het heel erg zwaar vandaag, ook wel wat fysiek ongemak. En als je die dan weg gaat halen, dan betekent dat wel heel veel meteen voor een verdedigende organisatie. En daar wilde ik eigenlijk een beetje vanaf blijven. Het was wel duidelijk dat Bram en Addy het ook zwaar hadden vandaag, ook met zichzelf. Fabian is wel een jongen die wat gif ook in het middenveld kan brengen. En ook een beetje om Addy daar wat meer te ondersteunen, losten we het zo op. Alleen uiteindelijk, je begint het niet beter voor voetballen. Dat ligt niet aan Fabian, maar de wissel bracht niet wat we hoopten. Rijen Roelof zal Stormram dan nog maar erin brengen. Die was uiteindelijk ook wel goed om ook in verdedigend opzicht nog een handje toe te steken. Ja, hij was natuurlijk bij die derde goal weer belangrijk en dat is fijn. En, ik vond dat wij voorin, we waren wel erg gevaarlijk zeg maar, met de diepte of met de ruimte die elke keer in hun rug lag. En dan heb je met Asse, Jonathan, Marijn en Emiel heb je vier jongens die gewoon goed kunnen lopen. Alleen op een gegeven moment is het ook wel fijn als je nog iemand hebt die even een bal wat langer bij zich kan houden. En Asse, die had al zoveel energie erin gestopt, die had steeds meer moeite om die bal bij zich te houden. En dan heb je met Rijer in de afgelopen weken kunnen zien, die kan dat wel. En die deed eigenlijk wat hij moest doen en dat was niet voor het eerst. En dan is het heel lekker dat je hem ook gewoon weer op het moment dat je voorkomt, dat je hem weer achterin kan brengen. Ja, een paar jongens op hun tandvlees, uiteindelijk de wedstrijd beëindigd. Heeft dat ook met het warme weer te maken? Ja, ongetwijfeld. En het is natuurlijk een lang en heftig seizoen geweest, waarbij we heel vaak vanuit achterstand terug moesten komen. Dus zo richting aan het einde van het seizoen moet je vooral heel erg zuinig zijn, ook op elkaar. En alleen ik heb liever dat ik wat zuiniger met ze moet doen, zeg maar door de week, en dat zij op zaterdag gewoon gas geven. En dan dat ze er zelf voor kiezen om het wat rustiger aan te doen. Maar we zullen de jongens ook deze week weer gaan prepareren om gewoon volgende week nog een keer echt alles te geven. En dan, hopelijk een mooi toetje. Max Jansen dan weer van de partij? Dat is lastig. Bij Max bekijken we het echt van dag tot dag. Hij gaat wel echt de goede kant op. Hij krijgt weer een beetje praatjes, ook in de groepsapp. En langs de kant hoor je hem weer. Hij is weer liedjes aan het zingen, dus dat is meestal een goed teken. Brengt ook meteen een hoop sfeer. Maar zal dinsdag waarschijnlijk voor de eerste keer echt weer op het trainingsveld staan. En we zullen gewoon moeten kijken hoe hij reageert. En, het is heel erg lastig, want ik heb Max er natuurlijk heel erg graag bij. Alleen gezondheid staat wel voorop. Dus we zullen dat met verstand de keuze gaan maken. Ja, het enige wat er nog mogelijk is, dat je medestanders, Doskampen, WVF, dat die een misstap maken. En zelf winnen van Hieren. Dat is eigenlijk het devies. Ja, dat lijkt me een goed plan. Laten we dat maar doen. Oké, dankjewel. Geniet nog even na, want dat ga je zeker nog wel doen. Maar de spanning elke keer, hè? Een paar keer in extremis die wedstrijden over de streep trekken. Dat doet toch ook wel iets met je als trainer? Ja, kijk, en normaal gesproken als mijn ploeg heel veel energie brengt, weet je, dan voel je dat zelf ook. Dan ben je euforisch en dan zie je dat overslaan op eigenlijk de hele club en de supporters en is het prachtig. En die energie was er vandaag niet. En we zaten ook echt met de staf, we hadden echt met z'n allen gewoon naast elkaar, gewoon helemaal leeg. En dat is wel bijzonder hoe dat werkt. En nu we het erover hebben en je ziet de uitslagen, dan komt het ook alweer. Dan moet je vooral heel erg blij zijn dat het goed is afgelopen. Maar het was wel heftig vandaag.
tot het eind toe doe je mee. Dankjewel, Werner Pluim. Volgende week dan spreken we elkaar weer. Ja, dat was het. En ja, de competitie wordt dan besloten uiteindelijk met een wedstrijd tegen Hierden in Hierden. Volgende week zaterdag, 3:00 precies.